Oké, ja, zoals je kan zien heb ik daar al een blok gemaakt, of een blok of een, ja, een gang. En ik heb die blok heb ik niet bij me. Nee, Tito, oké. Dat is niet zo heel erg slim. Ja, ik heb geen idee waarom ik die zeelantaarn daar heb neergezet. Maar ik moet hier wel even iets van een trappetje naar boven bouwen of iets. Ja, zodat ik hier mooi op kan klimmen natuurlijk. Ja, ik heb hier nog wat platen. Oh, ik heb nog maar vier. Oké, dat is niet zo heel veel. Nee, dat is echt niet zo heel veel. Oh, auw. Dat waren mijn benen. Nee. Oké, nu heb ik 24. Dat is iets meer natuurlijk. Hop, dat is lekker bezig. 1 en 2. Nice. Oké, die maken we zo dicht. Ja, aan deze kant maak ik hem ook dicht. Dat doe ik ook met eikenhouten platen. Want hierboven komt er een soort huisje, wil ik gaan maken. Of tenminste een huisje, ja, een soort huisje. Ga ik hier bovenop maken. En die maken we zo mooi dicht. 1, 2. 1 en 2. En zo. En dan, ja, tot daar, zeg maar. Tot die blok. En dan zo terug. Ja, ik ga even van die donkere blokken. Ja, ik denk dat ik ze gewoon even ga hakken. En ja, in tussentijd, ik ben ook een keer dood gegaan. Ja, dat was in de Nether. Waar ik mijn Netherpoort bouwen. Ik lopen, 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 lopen. En dan val ik zo 30 blokken naar beneden. Als het niet meer was. En dus zo dood. Maar gelukkig niet in de lava. Dus ja. Ik heb mijn spulletjes heb ik eigenlijk nog te pakken kunnen krijgen. Ik ben alleen mijn zwaard kwijt. Ja, dat is een beetje jammer. Die was waarschijnlijk in het vuur gevallen die er was. Maar die zwaard kan, ja, die kunnen we zo weer maken in principe. Dat is wel een diamanten zwaard. Dus, maar helaas. Waarom kan ik? Oké, ik moet gewoon nog één blokje hoger. Tito. Hoppa. En nu zijn we aan de. Oké, we zijn er nog niet. Ik dacht dat we er al waren, maar blijkbaar dus niet. Oké, nu zijn we er wel. Ja, oké, hoppa. Maken we allemaal even kapot. Het gaat aardig snel. Dus ja, hop. En zo. En dan heb ik in ieder geval weer wat blokken om mee te spelen. En zo. Die doen we. Ja. Oké, ik dacht ook daar nog een blokje miste. Maar dat was dus. Oké. Dat deed pijn aan mijn voetjes. Die doen we daar. En die doen we zo. Hoppa. Nice. Oké, waarom rent die weg? Ik heb geen idee. Hij heeft een keer haast of zo. Hoppa. Oké, dan gaan we weer terug. Ik zou dadelijk wel even die boompjes pakken die naar beneden vallen van die boom. Ja, oké, kijk, dan hebben we hier genoeg sparrenhouten blokken. Die sparrenhouten blok, dat is deze hoogte. Dus dan bouw ik hem hier de lucht in. En zo. En dan moeten we hier weer daar naartoe. Zo. Die komt hier. En dan boren we hem gewoon in de muur. Nice. Ik denk dat ik deze weg ga halen. En die plaatsen we gewoon daar. Ja, dat is wat mooier. Ik denk sowieso dat dit stuk ook een beetje. Dat dadelijk ook in de toekomst misschien een beetje weg ga halen. Ja, ik wil hem in ieder geval hier hebben. En zo. 1, 2, hopsakee, en dan moet ik hier in het midden hebben. Heb ik hier in het midden? Ja, dat heb ik. Hoppa, die plaatsen we gewoon mooi daar zo.
En dan wil ik nog van deze uitsteeksels, dus die plaatsen we hier er tegenaan. En dan hier ook nog eentje, daar weer tegenaan. En hier ook weer een er tegenaan. Het is misschien handig als ik hier een werkbank heb. Ja, die werkbank, hoppa. Dan hoef ik niet steeds naar beneden of ergens anders naartoe. Want die plaats ik gewoon hier maar neer. Zo, hoppa. Dan moet ik nog die planken hebben. Die planken is hier zo. Dankjewel. En die plaatsen zo mooi hier. En uiteraard ook hier weer. Hop, hop, hop. Daar 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Oké, okay. En dan plaats ik hier nog planken. Zodat dit ook een mooi dakje gaat worden. Of ja, een afscherming. Misschien wel. Die plaatsen we daar. En dan plaatsen we hier ook nog planken of platen. Die plaatsen we dan zomaar daar in de muur. Oké, okay. Het is heel simpel. Ik gebruik eikenhouten hekjes. Zo. Oh, ik zeg eikenhouten hekjes, Tito. Nee, die zwarte heb ik misschien wel nodig. Eikenhouten hekjes zetten we hier mooi tegenaan. 1, 2, 3. En die zetten we mooi daar tegenaan. Ik denk wel dat dit zo'n beetje mooi is. Dan begin ik met platen te leggen. Zo. En die komt dan daar. 2, 3. Denk ik dat ik die daar neer zet. Kan ik erop? Ja, kan erop. Zo. En die plaatsen we dan daar. Als we hier nog eentje hoger doen. Zo. En die blok daar. Hop. 1, 2 en 3. Denk zoiets, denk ik. Ja, en dan plaats ik hier nog een plaat tegenaan. En dan is dat weer mooi. Mooi in trapsgewijs naar boven toe. Dus plaats ik hier nog een plaat en dan daar. En uiteraard hier ook weer eentje. Nice, oké, okay, dan hebben we dit zo mooi voor elkaar. Het begint al een beetje donker te worden. Maar dat maakt in principe niet zo heel veel uit, denk ik, hoop ik. Dan plaats ik hier die plaat, want ik heb geen planken meer, denk ik. Niet zo heel veel meer. En dan ja, gaan we eigenlijk gewoon zo. Ga ik hem helemaal mooi dichtmaken. Dat is een beetje de bedoeling. Oh, weet je wat? Misschien doe ik dadelijk wel. Kijk, dan doe ik die gewoon hier één bovenop. Ja, ik ga gewoon trapsgewijs naar boven toe. Oh, shit. Ik ga hem ietsjes veranderen. En dat kan ik hier. Ja, kijk mooi. Kan ik gewoon zo hier mooi doen. Zo, hop. Oké, dan ga ik hem gewoon zo veranderen. Zo, hop. Die komt daar. Die komt daar. 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 En dan wordt dit zo mooi recht. Zo, hoppa. Ja. Oké, okay, dat is wat leuker, denk ik. Om die dan zo neer te zetten. Zodat dit gewoon trapsgewijs naar boven gaat lopen. En zo. En die plaatsen we daar zo. 1, 2 en 3. Oké. Okay. Ik wou zeggen 3, maar die kwam daar. Die kwam daar niet. Oké, okay, ik zie daar skeletons. Ik moet daar echt fakkels gaan plaatsen. Want steeds als ik daar daar naartoe kijk, komen de skeletons. En zo. En die doen we zo. Hoppa. Nice. Ja, ik vind het wel wat hebben. Zo, hop. 1, 2. Hopzakkeeën. En die doen we weg.
Die doen we weer daar zo. Ik denk ook dat ik moet gaan slapen, maar ik heb hier geen bed. Nee, ik heb hier helemaal geen bed. Die zit erboven en die schieten mij. Proberen mij nu kapot te schieten. Oeh. Oké. Die viel daar naar beneden. Oké, daar is nog een skeleton. Had ik hier heel toevallig een... Ja, oké, ik ga hier, laat ik echt wat fakkels. Maar waar komt die zombie vandaan dan? Er zitten hier fakkels. Ja, zolang hier geen creepers zijn, vind ik het best. Kijk, daar staan ook weer zombies. Wie weet dat? Zet het in de comments. Want ja, ik heb hier zombies. Maar dat is, hij is wel goed. Het is wel goed verlicht, zeg maar, hier zo. Dus ik snap het niet helemaal waarom hier dan zombies spannen. En ja. En hier zijn de boompjes. Oké, hier is het ook weer een plekje donker. Oké, we gaan even slapen. En ik moest gelijk wat dingen meenemen. Maar wat ik mee moest nemen, dat ben ik weer vergeten. Even kijken. Nou, ik zou sowieso even dat vlees en die rot vlees en die pijlen zou ik even in een kistje doen. Voor mij. Oh, hier heb ik mijn pijlen. Zo, en hier heb ik ja, alles van de mobs. Ik heb boven heb ik ook nog een kistje staan waar al die dingen in zitten. Alles voor de mobs. Nee, ja, ik ben het vergeten wat ik moest meenemen eigenlijk. Ik kan nog wel eikenhouten valluiken maken. Denk ik, ja, ik heb al 28, dus daar heb ik al genoeg van. Kijk hoor. Zo nog de helft van de eikenhout meenemen. Ik heb in ieder geval geslapen. Dat was het belangrijkst. Tot ik even ga. Oh, fakkels. Dat is. Oh, ja. Ik heb dingen bij me voor fakkels te maken. Dus dat gaan we gelijk maken. En hier stond een skeleton. Dus dan maken we hier gelijk even wat fakkeltjes aan. Hop. Hier stond een skeleton. En waarschijnlijk komt hij hier ook. Hoppa. Of zouden hier gewoon wat donkere plekken zijn? Dat daarom hier de zombies spannen. Dat ze ook nog kunnen natuurlijk. Maar we gaan hier gewoon lekker naar binnen toe. Joehoe. Oh. Dat was een skeleton. En hier is ook nog. Ja, nice. Ja, hier bovenop zat een skeleton. Dus daar komt hij ook niet meer, denk ik, hoop ik. En ja, dit is ook allemaal goed verlicht. Maar we doen nog een paar extra fakkeltjes. Daar nog eentje. Hop, hier nog een. Zat hier echt geen ja, creepers kunnen spannen of iets. Daar plaats je ook nog eentje. Zo, hoppa. Voor alle zekerheid plaatsen we gewoon nog wat extra dingetjes. Weet je wat? Ik ga hier gewoon een ladder naar boven plaatsen. Naar boven maken, zo. Hop. 1, 2, 3 en 4. En dan kunnen we zo mooi naar boven klimmen. Ja, dat is het. Oh ja, ik moest dat hebben. Dat moest ik hebben. Platen, eikenhouten platen moest ik hebben. Maar dat heb ik nu gemaakt. Dus die plaatsen we zo. Oh.
Zo, die komt dan weer daar. 1, 2 en 3. Hier zo nog een paar en hier ook weer een paar. Daar en daar. En dan deze hoogte. Nice, oké, dan hebben we dit zo mooi gemaakt. En dan kan dit allemaal zo mooi weg. Hop, die kan mooi weg. En dan plaats hier nog even een eikenhouten blokken zo. En dan kunnen we hier dan een mooi gang gaan maken. Zo. Ik denk dat dit wel mooi is om dit hier te gaan maken. Mijn gang. En dan wordt het waarschijnlijk in de toekomst. Ga ik hier naar beneden. Zo. Hop. Kijk, hoppa. En dan hebben we hier natuurlijk de andere stuk mijn. En dan komen we hier uit op een andere gang. Hoppa. Ik ken over dit al niet te graven. Dit is wel lekker dan, weet je wel. Dan graaf je gewoon een heel stuk zo. Hop. Ik heb hier een mooie scheppie. Dan halen we deze ook nog even mooi weg. Hop. En dan die daar. En dan deze halen we ook nog mooi weg. Nice. Nou, ik vind het wel wat hebben zo. Hoppa. Okay, dan kan je hier weer naar boven. En dan zijn we hier aangekomen. Wat misschien ook leuk. Oeh, ben ik allemaal. Oh nee. Wat misschien ook leuk is om iets van een waterdingetje te gaan maken. Even kijken hoor. Waar kan ik dat gaan bouwen? Ik denk misschien wel hier zo gewoon. Of hier. Dan doen we in ieder geval zo'n waterval gaan maken. En dat die dan daar naar beneden loopt. Dus dan zou ik hem hier moeten maken. Daar en daar. 1, 2 en 3. En zo. En dan hier ook weer. 1, 2 en 3. Dan zo met platen naar beneden toe. En dan zo. Plaat naar beneden. En die loopt dan daar naartoe. Die komt nog daar terecht. Nice, kan ik er nog onderdoor lopen? Ja, dat kan. Maar daar kan ik daar niet meer onderdoor lopen. Dan maak ik hem gewoon wat hoger. Dan moet ik dat gewoon doen. Ja. Hou dit allemaal even weg. En zo. En dan moet ik hem daar gewoon hoger gaan bouwen. Hoeveel hoger? Ik heb geen idee. Ik denk dat ik deze hoogte. Ja, dit is een mooie hoogte. Zo. 1, 2. En dan per 4. Ik denk dat ik hem per 4 ga bouwen dan. Oh, maar dat is weer een beetje te hoog om weer erbij te komen, Tito. Ja. 1, 2, 3 en 4. En zo, die komt weer daar. En dan die gaat daar. Die gaat daarheen. 1, 2, 3. 1, 2,
3. Ja, dan doe ik die zo. En die komt dan hier aan de onderkant. 1, 2, 3. Doe ik per 3 zo. 1, 2 en nummertje 3. Komt dan daar. Zo. En die bouwen we weer daar. Ho. 1 en 2. En dan, ik moet nog een heel stuk hier naartoe bouwen. Even kijken. Die daar. Die komt daar. 1, 3. Ho. 2, 3. 1, 1. Twee en drie. Zo. Oh, en dan val ik zo naar beneden. Nou, volgens mij ben ik er al. Even kijken hoor. Dan laat ik hem hier naar beneden vallen. Ja, nice. Ja, dan valt hij hier gewoon naar beneden. Zo, hop. Zo hier, hierin. En dan kan ik hier misschien nog wat keien plaatsen. Heb ik wat kei? Nee, ik heb alleen maar steen. Ik heb alleen maar steentje zo. Dat is ook wel goed. Denk ik. Zo, hop. En dan laat hem daar zo mooi naar beneden vallen. Hier haal ik nog even wat dingetjes weg. Zo. Oh, en ik zie ook dat ik dit nog even eentje zo moet plaatsen. Die komt dan daar. En ik moet deze palen, zeg maar, soort van gaan ondersteunen. Die komt dan weer daar. Maar ik ga eerst die water laten stromen. Even kijken of het überhaupt wel werkt wat ik wil. Denk het wel. Dan halen we hier eentje weg. Dan heb ik hier een emmertje met water. En dan laten we zo mooi. Nee. Dat is ook niet de bedoeling. Oké, ja, het werkt gewoon niet. Nee. Dan zou ik hem eentje lager moeten bouwen. Ik denk dat hij hier dan wel lukt. Ja, oké, maar hij werkt niet op halve blokken. Oké, dan moet ik hem gewoon op hele blokken laten lopen. Beetje jammer. Dus dan wordt die, zeg maar, hier gebouwd. Ja. En dan gaan we hier één hele blok naar beneden. Oh, dit is een beetje shit. Zo. Kijk hoor. Ja, gaat het werken? Ik weet het niet. Gaan we nu even uittesten of het dit wel werkt. Dit werkt sowieso. Maar dat weer niet. Oké. Dit werkt. Dus dan. Ja, of ik bouw hem nog zo. Dat kan natuurlijk ook. Kan dan blijft hier mooi in zitten. Ja. Die daar. Oké, hij gaat lukken. Hij gaat lukken, gewoon. Die daar en die daar. Kijk en dan. Nice. Oké, dan hebben we hem daar naar
Beneden, waarom is het zoveel daar? Oké, ik ga daar gelijk even naartoe. Maar hier bouwen we nog een liggie. Hop, hier een liggie. Zodat hier geen mobs kunnen spannen. En hier natuurlijk ook. Een paar liggies en zo. Daar een liggie. En dan ga ik hier naar beneden. Want waarom dit dan zo loopt. Oké, daarvoor. Daarom dus. Oké. Als ik wat steen heb. En met die steen bouwen we zeg maar een soort. Ja. Een soort kel. Hop. Zodat dit zomaar hier naar binnen loopt. En dit loopt zo daar naar binnen. Nice. Oké, dit hebben we dan zomaar voor elkaar. Alleen het is hier nog wel donker omdat het water hier is gevallen natuurlijk. Dus dan bouwen we hier gelijk even wat licht. Nice. En die bouwen we dan daar zo. Oké, nice. Ja, er begint al een aardige, toffe mine te worden, zoals je kan zien. Heb je nog suggesties of dingen van Tito? Dit moet je echt in je mine gaan bouwen. Ja, zet in de comments. Dan ga ik dat bouwen. En dan komt het verder goed. Dus geef de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Dan zou ik zeggen, laters.